We zijn in Hengelo bezig met de aanleg van een nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg. Dat is de Laan Hap van Zuid. En dat is eigenlijk onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hap van Zuid. En dat is de herontwikkeling van een 50 hectare groot gebied van voormalig Stork en Dikkers complex, voormalig industrieterrein. En wat wij nu doen is eigenlijk dat gebied tot een nieuw gebied maken, nieuwe functies, wonen, werken, recreëren. En daar hoort ook een nieuwe goede bereikbaarheid bij. En dat is de aanleg van de Laan Hap van Zuid met een nieuwe brug over het Twentekanaal. En de avond vanavond gaat over het aanleggen van een deel van die weg en het vervangen van de oude brug voor een nieuwe. Ja. En er zijn wat innovatieve dingetjes bij de brug. Wat kun je daarover vertellen? Ja, wat we hebben gedaan en wat wij als gemeente belangrijk vinden en ook als provincie, want die zijn medefinancier in dit traject, is dat we vernieuwend aan het werk zijn en dat innovatie wordt toegepast in het ontwerp. En daarom hebben we in de uitvraag van de aanbesteding innovatie als een van de criteria laten zijn. En daar hebben we een aantal aannemers hebben zich daar gepresenteerd waarvan Dura Vermeer de winnaar is. Omdat zij in het ontwerp innovatie hebben toegepast, maar ook in de brug zelf. Dat heeft te maken met coating, dat heeft te maken met de wijze waarop ze het ontwerpproces gaan vormgeven met een HoloLens. Waardoor je eigenlijk buiten niet meer met tekening rondloopt, maar op de plekken met zo'n lens alles op kaart kunt zien of op het gebied kunt zien. En andere overrijdbare zonnepanelen voor zwaar verkeer wordt toegepast. Uiteindelijk is het een zelfvoorzienende brug waarvan de ledverlichting uit die zonnepanelen komt. Nou, allemaal van dat soort nieuwigheden zijn daar aan de orde. En de brug die wordt straks afgesloten, vanaf wanneer gaat de brug dicht? Die gaat dicht vanaf 30 oktober, even uit mijn hoofd, aanstaande. Dus 30 oktober 2017. En dan gaat die weer open 1 januari 2019. Okay. Dus ruim een jaar is het afgesloten. En wanneer is dan de volledige hart van Zuidlaan helemaal te bereiden? We gaan ervan uit dat de hele laan ook 1 januari 2019 echt in gebruik kan worden genomen. En dan gaat het eigenlijk van de Diamantstraat, van de aansluiting van de A35 Haaksbergenstraat, Diamantstraat, Laan Hap van Zuid richting de Centrumring en het station. En daar wordt ook nog een stuk wegvak op dit moment aangelegd dat ook onderdeel daarvan is. En we gaan ervan uit dat volgend jaar het jaar van de uitvoering is. En dat eind volgend jaar dat afgerond is, zodat we in 2019 eigenlijk de zaak in gebruik kunnen nemen. De aanleg van die weg is niet het doel op zich. Hè. We doen dat natuurlijk om de bereikbaarheid beter te hebben. Hier rondom het bedrijventerrein Twentekanaal. Maar ook straks bij de stationsomgeving, want nu ga je Hengelo-Zuid in via verschillende wegen. En straks moet die laan de weg zijn om vanuit Zuiden Hengelo in te gaan. En het verbindt niet alleen het zuidelijk deel met de Centrumring, maar ook de verschillende projectonderdelen. Dus we zijn ook bezig met invulling van woningbouwgebieden, recreatie. Het ROC van Twente is al gebouwd, nou, Metropool bij het station, dat zijn allemaal onderdelen van dit project. En straks met die laan is dat te dragen, zeg maar, van ons plan. Ja.